كيف يهذب الإسلام النفوس ويخرجها من الظلمات إلى النور؟ كيف لتاجر مخدرات بالأمس يدير مركز إسلامي اليوم؟ بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة Mijn naam is سيف الدين زانفلد of voorheen Stefan. Ik ben getrouwd. Ik ben gezegend tot heden met 4 kinderen, alhamdulillah. كان مهووسا بالموسيقى في السابق. مرة واحدة فتح اليوتيوب واستمع لسورة من القرآن. فأعجب بنغم القرآن. الهولندي سيف الدين. أخي سيف الدين، قبل إسلامك كنت مؤمن بنظرية داروين ومقتنع فيها تماما. حدثني عن سبب اقتناعك بهذه النظرية. ما betrekking tot de Darwin-theorie hier in Nederland en waarschijnlijk ook in de rest van Europa wordt op school wordt je verteld over de Darwin-theorie. Dus dat de mens door evolutie heeft ontwikkeld vanuit de apensoort. En dat wordt je voorgeschoten. En dat klinkt logisch. Voor iemand die zich daar niet in verdiept, klinkt dat logisch. En zo was het voor mij ook logisch. Zoals ik denk heel veel mensen hier in Nederland. En daarom was voor mij heel erg duidelijk dat Darwin veel sterker en betrouwbaarder en eerlijker was dan het Adam en Eva verhaal. De مخدرات آفة من آفات العصر. وهي في هولندا متاحة أمام الشباب بسهولة للأسف. فكانت تجربة سيف الدين مع المخدرات سلبية جدا. لم يتعاطاها فقط بل تاجر بها. Je moet redelijk sterk in je schoenen staan, wil je daar goed mee om kunnen gaan. In die zin dat je daar niet verslaafd aan raakt of dat je daarin gaat handelen. En ik ben op vrij jonge leeftijd in aanraking gekomen met de handel van softdrugs en harddrugs. Hoe is dat gegaan? Hoe is het uitgepakt? Niet goed. في شبابك لماذا اخترت طريق المخدرات اخي سيف الدين؟ De weg van het snelle geld, Sherna, is voor de jeugd heel interessant. Omdat er daarnaast niet veel te halen valt, te bieden is voor deze jeugd. En dat is voor mij de aanleiding geweest waarom ik op een redelijk eenvoudige manier in aanraking ben gekomen met het verkopen van verdovende middelen. Iets waar we niet trots op moeten zijn en slechts in het perspectief van de da'wah dat nu moeten bespreken om onze broeders en zusters te weerhouden van dezelfde fout, van dezelfde zonde te begaan. Omdat wij allemaal het beste willen voor een ander. Degene die het beste wil voor een ander, die zal het zelf ook niet krijgen. Dus in dat perspectief en mijn fouten die ik heb begaan, is het een belangrijk punt om dat te delen. Dit leven waar wij maar kort verbleven als moslims zijnde en als niet-moslims zijnde. En er zal een tijd komen dat Allah subhanahu wa ta'ala ons gaat vragen. Wat heb je gedaan met je tijd? Wat heb je gedaan met je geld? Waar heb je je geld gekregen? Waar heb je het aan uitgegeven? Subhanallah, akhi wa sheikhna Saif al-Din. ليس فقط الدخول في هذا العالم الخطير أن الأموال تذهب بسرعة بل الصحة تذهب بسرعة بل حياته تنتهي بل لا يستمتع بجمال الدنيا أبدا وهذه رسالة من شاب عاش هذه المرحلة فترة من حياته والآن هو يعني يتحسر على هذه الأيام التي عاشها ولكن الله سبحانه وتعالى بفضل منه هداه إلى طريق الحق ليا ماضي نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا
فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. Dus neem het advies van de broeders. Kijk naar de andere broeders. De broeders die met Tupac hebben gezeten, de echte gangsters, de echte grote criminelen, die ook allemaal bekeerd zijn. Waarom? Wat vonden zij in de islam? Wat vonden zij in hun leven? Wat vonden zij met hun haram geld? Niks vonden zij. Ze vonden leegte in hun hart. Ze misten iets, een gemis, een groot gemis, wat geen geld jou kan geven. Een nadr al-mushawaha aan de islam in de Saif al-Din, lam takun bi sabab al-i'lam, bel kanat min ta'amuli ba'd al-muslimin hawla. الذين لم يطبقوا الإسلام في أخلاقهم وسلوكهم. كان لجدتك دور كبير وبارز في طريقك وتعريفك إلى الإسلام. حدثني عن هذا الشيء. Mijn oma, zij was christen, katholiek, en zij was zeer gelovig. En toen ik nog jonger was, in de jaren 15 tot 18, had ik heel weinig met geloof. Mijn ouders hebben mij zonder geloof opgevoed. En min fadlillah, met de zegening van Allah subhanahu wa ta'ala, hebben wij dus meerdere zittingen gehad met mijn oma. En de doorslaggevende factor is geweest dat ik een keer mijn teen had gebroken. En het was een open botbreuk en dat was helemaal fout gegaan vanuit het ziekenhuis. En mijn oma, zij kon genezen. En zij kon mensen genezen met buitengewone krachten. En voor mij was dat in die tijd gewoon één grote fabel. Toen heeft ze haar hand boven mijn voet gehouden. Dan heeft ze een paar keer geknipt met haar hand en mijn teen en mijn voet die werd ontzettend heet. Ik zeg hem, oh oma, hoe kan dat? Hoe kan u deze pijn van mij nemen? En toen zei zij tegen mij, dit is Maria, Miriam. En Maria, die geneest de mensen. En dit is voor mij de sabab geweest. Toen heb ik gezien dat er iets is in dit leven wat niet in de boeken staat en wat je niet op school geleerd krijgt en wat je met je eigen ogen kan zien. Er gebeurt iets wat onverklaarbaar is. En dit is voor mij de aanleiding geweest te gaan verdiepen in geloof. Nadat het voorval heeft plaatsgevonden met mijn oma, met betrekking tot het genezen en het onvoorziene of het ongeziene, ben ik mij gaan verdiepen in geloof. Dus ik heb oprecht de Bijbel van kaft tot kaft gelezen. En de Rooms-Katholieke versie en de Protestantse versie. Ik heb het Oude Testament van Jehovah, van de Joden gelezen. Ik heb de leren en de schriften van het boeddhisme bestudeerd. Bestudeerd in die zin dat ik het gelezen heb, niet aan heb geleerd, maar... En ik heb dat ook met de Koran gedaan. Ik heb de Nederlandse variant van kaf tot kaf, voordat ik moslim werd, heb ik die helemaal gelezen. لم يتأثر سيف الدين بقراءة ترجمة القرآن لأول مرة ولكنه كان يحب سماع القرآن. كان يسمعه مع صديق تونسي كان يلعب معه كرة السلة في صغره. Kan ik me nog herinneren als ik bij hem bleef slapen, als we wedstrijden hadden gehad, et cetera. Hadel Achtunsi, als ik bij hem bleef slapen, die had soms Koran opstaan. En dat is de eerste keer dat ik me kan herinneren dat ik in aanmerking ben gekomen met de Koran. En toen ze iets had van, wat een mooie muziek. Toen ik de eerste keer de Koran hoorde, de melodie, het ritme die gereciteerd wordt. Want je hoort dat de woorden op elkaar rijmen. Ook al weet je niet wat het betekent, het is de eerste keer dat je het hoort, maar zonder instrument. Dat iedereen die van muziek houdt en heeft gehouden, die weet dat a cappella, zeg maar zonder instrumenten zingen, is moeilijk. Een goede vriend heeft mij een keer verteld, en dat was ook een sheikh, die heeft dat gezegd. Zeg, als jij kijkt naar de dunya, dan moet je kijken naar de mensen die het minder goed in jou hebben. Dus als het over dunya zaken gaat, kijk naar de mensen die het minder goed in jou hebben. Kijk niet naar iemand die een mooiere auto heeft of een groter huis. Je kijkt naar mensen die het minder hebben, zodat jij een bepaalde voldoening krijgt in je leven, dat je blij bent. Maar gaat het over het ergere, gaat het over het genama's, dan moet je kijken naar de mensen die het beter doen in jou, die beter, sterker zijn, meer goede daden verrichten, meer ibadah en qiyam al-layl verrichten. En dat is een van de zaken die in deze surah heel erg naar voren kwam. De ayat التي ذكرها سيف الدين في سورة السجدة عجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ذكرنا الله سبحانه وتعالى في البداية بالنعم ثم أوصانا بالشكر ثم أكد برجوعنا إليه
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فهل نحن مستعدون؟ تب علي فيداي مثقالات أنا عاص والحنايا ضامئات. Totdat ik een boekje tegenkwam, er zijn twee boekjes geweest die mij helemaal hebben doen keren richting de islam. بعد بحث طويل وقراءة عميقة في الأديان وجد سيف الدين ضالته في كتاب يتكلم عن الإسلام اسمه هذه هي الحقيقة. En in dat boekje wordt gesproken over een vijftiental geleerden. En dat zijn wetenschappers, niet geleerden qua islamitisch recht, maar dat zijn wetenschappers. En al deze wetenschappers, die waren bij voorbaat geen moslims. Na het bezoek van moslims hebben zij hen, verschillende, ayats uit de Koran laten zien. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala dus het heeft over bepaalde zaken die aansloten bij hun vakgebieden. Zoals bijvoorbeeld de ayah in Surat al-Rahman. Waar Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de plaats waar de twee zeeën bij elkaar komen. En ze elkaar raken, maar niet in elkaar overgaan. Maar als wij weten dat de profeet Mohammed nooit de zee heeft gezien en de kust heeft gezien. Nog nooit op een bootje heeft gevaren. Vanuit zijn biografie. Hoe kan hij dan hebben geweten dat deze zeeën elkaar ontmoeten en niet in elkaar overgingen? Wat mij het eerste opviel bij Saif al-Din als persoon is zijn intelligentie. Het is iemand die heel kritisch voor zichzelf wil nadenken, niet zomaar dingen en zaken klakkeloos overneemt. We konden destijds ook al heel redelijke diepgaande gesprekken voeren. En dat heeft mij ertoe geleid dat ik op 24-jarige leeftijd de shahada heb uitgesproken. Dat ik overtuigd werd van het feit dat één, dat boek een wonder is. Dat boek, dat mag niet meer getold worden. Hoe dat boek tot zijn recht is gekomen. De informatie die erin staat. Dat er tot op de dag van vandaag niemand in staat is om daar iets over tegen te spreken. Behalve de mensen die niet goed de Arabische taal machtig zijn. En denken met grammaticale zaken, zeg maar, dingen tegen te kunnen werken. اتخذ القرار أنه لا معبود بحق إلا الله فتوجه إلى المسجد وكان يريد سيف الدين أن ينطق بالشهادة مع الإمام فقط ولكن قدر الله وما شاء فعل. En hij heeft toen al zijn studenten de hele moskee bij elkaar geroepen en heeft gezegd midden in de les we hebben iemand die de shahada wil uitspreken. Achteraf snap ik dat het ook mooi is voor de andere mensen om dat te aanschouwen, om te zien dat iemand het geloof heeft geaccepteerd. Maar op dat moment was ik heel zenuwachtig. Het was raar. Je bent een Nederlander, je bent niet gewend met de islamitische tradities. Wat heel simpel is. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. De betekenis daarvan is veel groter. En het gevoel kwam, en de emotie ook, achteraf. Dus na het zeggen van de shahada. Als je ziet dat dan een hele moskee vol met mannen en één keer de takbir uitroept, dan komt een hele gevoel, emotie komt los. Een knal van emotie. En dat kan ik me nog heel goed herinneren en dat zien we nu ook vaker als ik andere mensen zie die bekeren. أخونا سيف الدين صراحة كان رجل ذكي جدا كان يعجبني لأنه كان ذكي وحريصا جدا على صلوات الخمس في المسجد الشيء الثاني الذي تأثرت بسيف الدين أنه رجل ذو همة عالية. Toen Stefan naar me toe kwam om te vertellen dat hij moslim was geworden, bekeerd tot moslim,
toen had hij eigenlijk een beetje het idee van, volgens mij gaat het hier niet helemaal goed. Hè? Dan, hij verwachtte eigenlijk wel tegenstand van mij of afkeuring van mij. En ik zei, ja, oké. Okay. Gefeliciteerd, mooi voor je. En Stefanie dacht toen, oh, oké. Dus dat viel mee. Daar was hij echt wel blij mee. Maar dat moment, ik heb er niet op gewacht dat hij me dat tegen mij zou zeggen. Vanaf zijn geboorte, of voor de geboorte van onze zoons, hadden we al besloten dat we onze kinderen neutraal zouden opvoeden, vrij van religie. En dat de zoons na verloop van tijd zelf hun eigen richting konden bepalen. Ik had niet verwacht dat hij moslim zou worden, maar het feit dat hij moslim is geworden, dat stemde mij heel erg gerust. Omdat ik weet dat hij de Koran of het moslimschap nodig heeft om hem zelf in gereel te houden. De relatie met mijn ouders is goed, heel goed zelfs. Ik heb hele bijzondere ouders, hele speciale mensen. Eigenlijk van dag één af openstaan en alles accepteren en overal rekening mee houden. Dus ik ben gezegend ook met hele goede ouders, alhamdulillah. Dus de relatie is alleen maar beter geworden. Want zoals we eerder hebben verteld, vanuit de Koran nemen we heel veel zaken. En hoe je met je ouders dient om te gaan, wordt uitvoerig behandeld binnen de islamitische normen en waarden. أجلس الآن في أكبر مركز دعوي وهو مركز الهدى في هذه المقاطعة في هولندا. واللي يجلس معي ما شاء الله الشيخ سيف الدين وهو رئيس هذا المركز. أريد أن أتعرف على هذا المركز مركز الهدى. ماذا تقدمون فيه من أنشطة دعوية؟ هذا المركز جديد ليس قديم. هذا كانت مسجد. في المقدمة والآن الحمد لله تغيير العمور إلى المركز. أنا سمعت أن هذا المركز المساهمون فيه من أهل المنطقة. هل هذا صحيح؟ صحيح. فقط هم من أهل المنطقة. نعم. فكل شهر تفاعل مبلغ شهرياً. نعم. سبحان الله الله سبحانه وتعالى heeft ons geleid naar deze locatie. En als we gaan kijken naar de omgeving, nog niet gesproken over wat erop staat, alleen het strategisch beleid dat het gewoon in het centrum ligt van deze stad. Vlak bij de snelwegen, naast een station, treinstation. Watini wa zaytun, wa tur sinin, wa hadha al balad al amin. الأمر الذي حصل لك أمر ليس بسيط أخي سيف الدين. أنت تحولت من تاجر مخدرات وغير مسلم إلى رئيس في هذا المركز الدعوي الإسلامي بعد إسلامك. هل تشعر بمحبة الله سبحانه وتعالى أخي سيف الدين؟ الحمد لله من فضل الله. الله سبحانه وتعالى mij van een bepaalde omgeving heeft weggepakt en heeft mij in een nieuwe omgeving neergezet. Allah سبحانه وتعالى heeft heel veel dingen in mijn leven veranderd. En deze zaken zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Ik ben een jongen geweest die altijd heeft gestudeerd, maar tegelijkertijd ook foute dingen heeft gedaan op een foute manier. En daar was ik ook goed in. Ik verdiende er ook heel veel geld mee. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran meerdere malen: Qalila ma tashkurun. Heel weinig mensen zijn dankbaar voor hetgeen zij krijgen. Heel weinig mensen zijn daar dankbaar voor. En als we daarbij stilstaan, ben ik Allah subhanahu wa ta'ala heel erg dankbaar voor het feit dat ik van een bepaalde omgeving ben weggehaald en nu mijn steentje kan bijdragen in het goede. Op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk. Subhana man nu'tu ilayhi. بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا رب فاغفر ما عصيت. Het traantje of twee was vanwege een verhaal wat ik u had verteld. Ja, ik ben heel erg trots op Stefan. Eigenlijk meer het feit dat ik zijn vader mag zijn. Meer dan plus dat hij mijn zoon is. Maar ik ben heel erg blij, heel erg trots op hem. Dat ik de vader mag zijn van een jonge man die heel succesvol is. En dat hij het er veel beter heeft afgebracht dan ik hem kunnen mee opvoeden. Ja. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran over alle zaken iets. Hoe je dient te gaan, hoe die je te handelen, wat die je te denken, hoe moet je je voelen, hoe moet je je opstellen. Hoe moet je je gedragen? Alle zaken die kunnen wij nemen uit de islam. Met als basis de Koran. Dus alles wat ik in het verleden fout heb gedaan, heb ik kunnen verbeteren. Maar tegelijkertijd
kan ik me wel nog herinneren. Wat ik me wel nog heel goed kan herinneren, was de allereerste keer dat ik een sojo deed terwijl ik een chimar op had. Ik had de eerste keer een kleed aan en toen had ik een chimar op. En toen ik met die chimar de sojo deed, was een wereld van verschil, subhanallah. Ik weet niet hoe dat komt of ik kan er wel over gisteren, et cetera, maar ik weet wel nog dat ik toen echt het gevoel had dat ik in de meest nederige positie richting Allah subhanahu wa ta'ala, ja, nederiger dan je aangezicht tot de grond werpen, kan niet. Dus dat was de meest nederige positie. En nog steeds voor iedere moslim. Maar ook nog het feit dat die shimar jouw hele zicht bedekt en dat niemand jou kan zien, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En dat je dan één op één met hem staat en dan je smeekbedes kunt verrichten. Ik kan me dat wel nog heel goed herinneren. Maar met betrekking tot de sujud was dat wel een van de mooiste zaken. En het meest emotionele moment wat ik me nog kan herinneren was de eerste keer dat ik met de shimar een sujud heb gevraagd. ساجيا راجيا أن تغفر الذنب العظيم. Dat als zij zich bezig gaan houden met ik heb gehoord van Jantje of TV of RTL 4 heeft verteld van de nieuwszenders, dat iedereen verplicht is om deze informatie na te trekken. Je bent verplicht om te onderzoeken of dat wel klopt of niet. En zo zijn er heel veel mensen die op zoek zijn gegaan naar geluk en hun geluk hebben gevonden in de islam. En niet omdat het een onderdrukkend geloof is. En niet omdat de islam zo'n gewelddadig geloof is. Integendeel, er is geen geloof ter wereld die de mensen rechten geeft zoals de islam dat doet. Er is geen geloof ter wereld die barmhartig aanmoedigt naar de mensen. أخبرني سيف الدين بأنهم في هولندا يواجهون مشكلة مع المهتديات الجدد لأنهن يطردن من بيوتهن فاقترحنا عليه بأن يؤجر بيت لهؤلاء المهتديات وأن يعملن بهذا البيت. ما شاء الله. We zijn heel blij met deze zaak. En wij danken Sheikh Al-Fahd voor deze zaak. En wij zullen ons best doen in de ogen en het aanzicht van Allah subhanahu wa ta'ala om deze zaak tot een succes te brengen en tot de volmaaktheid. Dat wij de broeders die hier een tijd geïnvesteerd hebben, dat wij de meest mogelijke eruit kunnen halen met het aanzicht en met de blijdschap inshallah van Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ba'idan kuntu lakin hina jitu bi awwali wahlatin minhu ihtadaitu wa anta araftahu كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا